We hebben een hele fijne jeans en dit is een slimfit model, dus die zit mooi aangesloten en die heet op onze website de 7018. Die heeft een knoopsluiting en elke keer als ik het dan op een filmpje voorbij zie komen, denk ik, ja, toch is dat ook weer leuk. Het niet alleen maar ritsluitingen zijn, maar ook een keer een knoopsluiting. Dat breekt dan weer net waar. Een hele mooie kleur met een wassing eroverheen. Hele fijne stretch die niet uitloopt. Tenminste, ik heb hem zelf ook en die broek die blijft echt goed in model. Hier opzij, of bij de zak, is hij heel mooi afgewerkt. Er zit zo net zo'n dubbel naadje, zeg maar. Goeie zakken op de achterkant. En dat pasje, dat heeft zeg maar een ronde naad. En dat laat de billen er iets ronder uitzien. Dus dat is ook wel heel erg mooi. Dit is een lengtemaat 32. En ze gaan van maat 34 tot en met 42. En ik vind ze heel goed op maat vallen. En ze zijn gemaakt op een vrouwenlichaam, want er is ruimte genoeg voor een buikje. Ik heb maat 38 aan. Kijk, en er kan gerust wat bij. Ondanks dat hij dan hier in de taille net wat losser zit, zou ik hem geen maat kleiner pakken. Want een stretchbroek, die heeft toch altijd een riem nodig. Want ik vind stretch altijd wat af gaan zakken. Dat zit heel fijn natuurlijk. Als een broek zonder stretch, die blijft op je heupen hangen. Maar een stretchbroek schuift altijd iets of van naar beneden. Tenzij dat je een taillebroek hebt. Maar heb je een buikje, is een taillebroek weer niet zo fijn. Want dan zit dat 9 van de 10 keer hier veel te strak. Dit is een middelhoog model. Dus met een buikje is dit wat je nodig hebt. Heb je hem lager, ja, gaat je buik eroverheen. Ja, dat wil je ook niet. Het fijne van deze broek is dat hij echt wel tot in de holte van je rug sluit. En juist dat hij dus in de band zeg maar ietsje wijder is. En dan is het eigenlijk een beetje de kunst om de broekriem net niet te strak aan te trekken. Dat hij gewoon prettig zit, niet afzakt, maar niet te strak zit. Want hoe strakker jij de riem doet, hoe meer rand je er bovenuit krijgt. En dan ga je hem vaak weer terugzien in de bovenkleding. Die broeken die zijn in het begin gekreukt. Die kreuk die gaat eruit tijdens het wassen, tijdens het dragen of je kan hem strijken. En daarna dan is het gewoon een gladde broek. En een ideaal modelletje. Ik vind die wijenbroeken van tegenwoordig natuurlijk heel erg leuk. Maar heb je dadelijk een langere trui of net wat dan ook. Ja, dat vraagt dan toch ook weer om een aangesloten broek. En ik vind het dan het leukste om ze met een laarsje te dragen. Dat het onder niet te smal wordt, zeg maar. Dan heeft het onder ook weer net wat body, zeg maar. Die broeken zijn €59,95. En je kunt ze bestellen op onze website baboe.nl.